ze niet gewoon tieren van angst, nee? Nee, integendeel. Ik zag lachende ogen en af en toe een duim niet zo. Ja. Hoe rap denk je dat zo'n auto gaat? Meer dan 200 kilometer per uur, denk ik maar. Ja, dat is ook zo. Ik weet niet of het vandaag zo is. Normaal is het snelste punt met de Viper net voor de remzone van de chicane daar. Ik gok 235-240 per uur. Nu is dat uiteraard veel minder. Nu zal dat misschien 210 of 215 geweest zijn. Ben je niet nerveus als je dat hoort, zo'n snelheden? Nee, maar ik hou van snelheid, dus voor mij is het geen probleem. En ik zou het ook zelf rijden. En, ja. Ze zit in goede handen bij u. Ja, toch wel. J'avais l'impression que ça allait beaucoup plus vite quand on regarde ça de l'extérieur, ça souvent beaucoup, enfin, ça nous impressionne. Et là, ouais, non, on regardait le compteur, je regardais le compteur et si, mais on n'a pas l'impression qu'on est dedans en fait, de tout ça. Pas trop vite pour toi? Au début, ça allait vite, mais je m'y suis habituée. Mais non, c'est super. Si je dois recommencer, je recommence tout de suite. Génial. Je suis trop heureuse d'avoir fait ça, vraiment. Non, pas trop nerveuse. Peut-être, je pense que c'est la première impression d'aller vite, mais après, je pense que c'est une habitude. Ça va aller. Nee, ik ben eigenlijk niet echt nerveus, maar ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik vind het wel een beetje spannend, maar ik ben niet echt zenuwachtig of zo. Dus. De vitesse, dat is nog iets voor jou? Ja, ik hou daar wel van, ja. Ik zit ook graag in de auto, maar ja, dit is toch nog wel iets anders. Maar het is heel leuk om eens mee te maken eigenlijk, ja. Koen, een mis naast u, dat is niet alledaags voor u? Nee, dat is niet alledaags. Ik heb wel de mooiste mis naast mij elke dag. Maar dat is geen echte mis. Maar dit is niet alledaags, nee. Gelukkig maar, vind ik. Want mocht dat alledaags zijn, dan zou dat zo gewoontjes zijn. En als er nu missen passeren met een lint, dan denk je toch van... Ah, oké. Een lint en een mis. En, moest je dat elke dag meemaken, dan loopt het er gewoon straal voorbij. Hè. Nu niet. Nu kijkt eens op. Dag, dames. Hallo. Oh, nog een dame. Voilà, kijk. Hebt u de missen horen roepen in de auto van angst? Nee hoor, ik heb helemaal niks gehoord, want de auto maakt verschrikkelijk veel kabaal. Ik heb oortjes in en dat is allemaal belangrijk dat we geen overlast krijgen van lawaai. Maar ik heb er wel een paar geweldig zo zien doen, dus dat zegt evenveel als lawaai. Ik ben er met twee rondgegaan ook, want de piste is zo heel verraderlijk, heel glad. Het is niet meer nat genoeg voor regenbanden, het is niet droog genoeg voor droogweerbanden. Dus de eerste keer was het onopzettelijk, gewoon rond en ik dacht, oh, hopla, ja. En de tweede keer was opzettelijk, omdat dat gewoon plezant is. En dan ziet er zo iemand naast je, oh, oh. Maar eigenlijk is er eindelijk op het circuit een keer ruimte om dat te doen. Als je dat op de openbare weg doet, dan heb je een per totaal. Als je dat op het circuit doet, in de trage bochten, dan is er eigenlijk niet veel aan de hand. Dus ik denk wel dat de meesten het leuk vonden tot nog toe. Sarah, hoe rap denk je dat je gegaan bent in de auto? Ik heb er geen idee van. Snel. Want de piloot deed op een bepaald moment zo van, moet ik vertragen? Ik dacht, nee, ga maar door jong, ja, je zit erin, je kunt maar doorgaan. Hè. Er staat ook geen snelheidsmeter in een auto. Hè? Nee. Wij weten zelf ook niet als piloten hoe snel we rijden. Er is een toerenteller en in toerental ga je dan zo hoog mogelijk als het vermogen van je auto bij dit weer het toelaat. Maar is dat nu 180 of is dat nu 200? Ik kan u zeggen, op het nat, op het einde van het langste rechte stuk, kom je ongeveer aan 220. Wat dus niet gigantisch snel is. Rechtdoor snel rijden is niet speciaal spectaculair. Of je nu 180 of 200 rijdt, dat voel je bijna geen verschil. Het is in de bochten en het optrekken uit de bochten dat het leukste gevoel is. Dat is voor u een passie. Gaat u dat blijven doen in de toekomst? Ik word stilletjes aan een oudere jongeman. Dus ik kan dat geen 10 jaar meer doen, denk ik. Maar ik denk nog wel een paar jaar. Ja, ik doe dat nu al 18 jaar. Dus ik kan niet zomaar zeggen van vandaag op morgen, nu stop ik ermee. Maar binnen 10 jaar zal ik dat niet meer doen, neem ik aan. Want dan ben ik in de 50. En dan, maar nu is dat nog goed te doen.